En de Percaya-Luhur heeft gisteren in haar partijcentrum een dankdienst gehouden voor de jarige voorzitter Paul Somoharjo. De politicus is gisteren 75 jaar geworden. PL-parlementariër Ingrid Kartabink zegt dat deze dankdienst een traditie is binnen de Javaanse cultuur. Volgens Kartabink zijn de PL-leden de Almachtige dankbaar dat Somoharjo zo lang in hun midden is. Er is daarom ook gebeden voor zijn gezondheid. Na de dankdienst is er samen gegeten en gedronken. Zaterdag wordt de verjaardag van Somoharjo groots gevierd. Dan zullen er ook politieke toespraken komen. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd, aldus de PL-parlementariër Kartabink.